Hallo kijkers van Shine Sprites, welkom bij de allereerste aflevering van de Pokémon Black and White 2 Avatar Lock. Dit is ter vervanging van de Soul Link die wij deden, omdat we fucking slecht zijn. En ja. Nu gaan we iets minder slecht zijn, dus we gaan een Avatar Lock doen. Voor mensen die niet weten wat een Avatar Lock is. De vuurnatie viel aan. De vuurnatie viel aan en toen ging alles helemaal de verkeerde kant op. Ja. Wat betekent dat je vier naties hebt. Ik heb de vuurnatie gekozen en Sander heeft de waternatie gekozen. Of de water tribe. En dat betekent dat we maar uit een handjevol types Pokémon's mogen gebruiken. Ik mag vuur, elektrisch, dark, dragon mag ik gebruiken. En bug en normal mag altijd. En Sander mag water, ijs, gras, poison en dan ook bug en normal. En daarmee moeten we gewoon de game proberen te halen. Het is de Avatar Lock is iets casualer, omdat je gewoon een grotere pool aan Pokémon hebt. En zeker in deze game kan dat geen kwaad. Nee. Sokkain? Ik wou Sokkain doen, maar toen dacht ik, nee, dat moet natuurlijk Sokkain zijn. Oh, Sokkain, nee, maar dat was niet. Dat werkt niet. Ik doe nog werk. Waarom zeg je dat nu pas? Dat was een fucking goed idee. Om mijzelf Zuko te noemen. Ja, behalve dat Sokkain eigenlijk helemaal geen ding kan. Nee, maar hij is wel van de Water Tribe. Dat is waar. Misschien mag hij wel Pokémon vangen van de Water Tribe. Misschien wel één. Oh, trouwens, voor de kijkertjes, ik heb een Seeking als starter. Milan heeft 3 keer Seeking ingesteld. Hoeveel grappig zou het zijn Seeking, als er man. Een Seeking tussen zou zitten? Oh, ik ga zo keihard lachen. Dan moet het sowieso een TikTok worden. Ja. Ja. Ik zie vliegende blaadjes in. Vliegende blaadjes? Dit vind ik eng. Ik ben bang voor we hebben tijdens deze opnames denk ik elke getijde al een keer gehad. Ja. 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 Maar ja. Zo lang zijn we bezig. Na winter hebben we dat gehad? Ja, volgens mij begonnen we. Ja, in maart. Dat zal vast wel. Mm-hmm. Hoe zit het trouwens met de files van Soul Link? Heb je die allemaal al geüpload? Want dan... Ja. Delete ik ze van mijn PC. Die heb ik geüploading. Ja, dan kan ik ze deleten. Dan heb ik weer van dat ruimte. Oeh, space? Ja. En dan niet diegene waar André altijd zit. Oh, ja. Maar die andere. Ja, wow. We zijn zollinkt, zou ik haast willen zeggen. Ja, behalve dat we niet meer zollinkt zijn. Zijn we dat needing. Wacht. Smarting. Ik ben zo slim. Battle style set of shift? Shift gewoon. Sander, we willen toch halen. Ja, dat is waar. Nou, ik als je mijn... zou ik graag willen. Als je mijn Seeking Walk hebt gezien, dan denk je echt... Nou, wat is deze guy aan het doen, man? Dat is toch wel een beetje hoe elke Nuzlocke bij jou gaat. Omega Ruby niet? Oh. Die gaat best wel goed. Ik heb nog steeds 1 def. Wee, at the moment. Nee, ben je bij de 2e gym? 6e, maar wel close. Oh. Bijna 7e, denk ik. Oké, nice. Nou, nee, ik ben bij Team Magma. Met die ben je ook al best lang bezig, toch? Met die run. Ja, maar dat komt meer omdat ik ook steeds druk was. En dan besloot ik niet te uploaden. En dan had ik gewoon niet heel erg de tijd om video's te... En te op te nemen en te editen. Ja. Dus dan werd het zo van, doe ik volgende week wel. Maar ja. Ik snap het. In de laatste paar weken heb ik gewoon ervoor gekozen. 2 weken eventjes niet en daarna kan ik. Bianca Ying, vertel mij maar eens eventjes welke Pokémon ik krijg. Sokka. Oké. Ik heb wil je complete de Pokédex? Nou, waarschijnlijk niet. Drillbur, Ariados en Gigalith. Dat is echt een... kut. Gewoon. Ja, volgens mij moet ik voor Ariados kiezen. Oh ja. Electric. De Drifloon. Geodude. Fuck. Ik moet mijn starter sowieso verpesten. Oeh. Inderdaad.
Wacht, nee. Ding is toch poison, of niet? Deze? Nee, die daarnaast. Die. Nee, flying. Oh. En deze weet ik niet. Dan moet ik de makkelijkste kiezen. Zou dat Drifloon zijn? Nee, ik denk Geodude. Hoe zit dat? Mag ik deze inleveren voor een token? Hoe hebben we dat de vorige keren gedaan? Of hoe dat soort dingen meestal werkt, is gewoon de eerste mogelijkheid die je kan vangen, vang je. En, want het is niet zoals in een Nuzlocke, zeg maar, dat je alleen maar de eerste Pokémon in de route mag vangen, toch? Of wel? Nee. Je mag elke Pokémon vangen van die type. Dus gewoon de eerste Pokémon die je tegenkomt, die... Precies. Dus ik moet het met Ariados doen. Ik moet het met Illegaling doen voor nu. Illegaling. Ja. Hoe had ik het anders moeten noemen? Ik denk, ik doe gewoon de Engelse versie van Illegaal. Dat snapt iedereen. Ik zou hem Jew Do That noemen. Ik weet niet of het een vrouwtje was. Dat weet ik ook niet, maar toch noem ik hem altijd Jew Do That. Nou, dat mag. Dat weet ik ook helemaal. Ik ben namelijk een magger. Nou, dan mag het. Ik moet battling tegen Sokka. Waarom duurt dit zo lang? Echt. Ja, hè? Jezus. Ik snap dat mensen van praten houden, maar dit is wel heel erg te veel van het goede. Yep. Oké. Ik wil zelf graag praten, niet dat jullie dat doen. Electric, ik had Geodude moeten kiezen. Oh, wacht eens eventjes. Flauw. Ik weet überhaupt niet of Mudshot super effective is, want ik weet niet wat deze guy... Wacht. Stom Mudsport. Fuck. Wacht, is deze guy alleen maar electric? Of is die ook water? Ja, alleen maar electric. Waarom is die niet water? Het ziet echt uit als zo'n... Zijn eind-evo heeft echt een ultieme type. Ja, heeft hij niet Levitate ook? Ja, hij is puur electric en hij heeft Levitate. Ja, dat is wel ziek. Nou, dit was wel easy battletje, omdat hij mij letterlijk niet kon hitten. Je hebt zo'n gelukking. Gelukking? What the freaking? Oh, level 7. Ik wil eigenlijk helemaal niet heel veel XP krijgen, want het doet nog meer pijn dat ik hem mag. En het XP gaat maar door. Holy damn, hou even op. Hoezo geeft Electric zoveel? Omdat het een middle stage evolution is. Huh? Oh ja, Dynamo is zeker de eerste. Yup. Was het niet in de Black and White anime dat Ash heel stoer met alleen een ground Pokémon... aan het showen was en zo van... Yo, nu kun je me niet verslaan. En toen... Dynamo, level 8. Haha. Dat. Dat weet ik eigenlijk niet meer. Dat wil je ook niet weten. Wat een bullshit was dat. Op zich best wel slim bedacht. Dit duurt lang. Ja, maar hoezo neem je alleen één Pokémon... mee? Like, ja, okay. What the fuck? Die guy heeft like... Ja, hij had Pikachu, maar... Bij zich, maar... Pikachu-ing. Ja, dat... Ja. Ik haat de anime. Na Black and White, min X en Y. En Journeys is ook wel oké, maar... Dus eigenlijk is Black and White en Kalos gewoon kut. Nee, X en Y is wel leuk. Sun and Moon. Ja, dat zeg ik net. Vind je Sun and Moon wel leuk? Oh, Kalos. Jij zei Alola, is Black and White Alola, en Kalos Alola, kut, ja. Maar... Ja, Alola bedoel ik. Ja, Alola, ja. Die heb ik niet gekeken. Alleen al om de artstijl. Dat turnde me echt heel erg off. Yup. Rennende schoenen, eindelijk. Nou, dat werd ook wel tijd. Shetje Mina. Shetje Mina in? Sander, je hebt me ingehaald. Hoe kan dat? Jij valt speler in. Oh, laten we toch maar wel een versus doen. Oké. Yo, een Purloin, die mag ik niet vangen. Weet je waarom?
niet eens mijn Pokémon. Omdat is. Jij niet tegen hem vecht. Loopt hij nou vast? Ik vind het ook nog steeds dom dat je dit niet kunt skippen. Nintendo dacht, iedereen moet weten hoe ze een Pokébal moeten vangen. Zelfs al weten ze dat al. Inderdaad, ding. What the fuck? I do wanting to going furthering with the gaming. Dat gaat niet gebeuren. Nee, dat merk ik. Maar ik loop nog wel voor, hoor. Pas op. Nee, hey, een purloin. Yo, what the freak? Een purloin? Die mag jij vangen. Dat klopt, ja. Dat is niet waar. Jij mag dark. Nee, niet. Jawel, maar ooit Bianca moet tegen Purloin. Ja, nou, ja, oké, maar je zou hem in theorie. Ja. Zou je hem mogen. Hey, Slendering, die mag jij. Poliswag! Yes! Poliswagging, sorry. Nee, dit is wel ziek. Oh, ik ben level 8. Nee, wat dom. Oh ja, wacht. Ja, je mag gewoon geen Poliwag van. Oh, ben ik blij dat het geen echt. Poliwag incoming. Nou, misschien. Ik zou je kan het toch niet zien bij Poliwag. Echt? Oh. En de shiny sparkles misschien. Dat klopt. Misschien ook echt, hè? Niet eens zeker, nee, gewoon misschien. Ja, misschien die shiny sparkles. Een Bot Sunflora. Die mag, die niet mag jij niet. Die mag ik wel plat branden als ik een Pokémon heb die vuur aanvallen kan. Een Buk is ook super effective. Dat weet ik. Maar ik wou een plat branden, want het is een bloem. Oeh, die mag ik ook niet. Ga ik nu al een Pokéballen verspillen op deze guying? Ja, want je moet een Pokémoning hebben. Kom op, alsjeblieft, lieverd. Sander heeft een Poliwag. Kijk, als het nou ook werkte bij de dames. Sorry, flauw. Ik moest het doen. Ik moest het maken. Ja, ik weet al hoe ik deze ga noemen. Vincent. Oh, ja. Nee, dat was ook wel een goede naam geweest. Nou, zit hier alleen maar Flora. Maar dat is te laat. Jammer genoeg. Ja, zit dat? Nee, volgens mij niet. Ik had nee, oef. Volgens mij niet. Ik mag ik. Ja. Nee, ik kwam net ook al Kadabra tegen. Oh, ja. Kijk, daar heb je hem weer. Ja, kijk, als het nou een Shiny Kadabra was, dan mocht ik hem wel gebruiken. Ja, Shiny Cox. We hebben nog een keer Shiny op stream. Oh nee. Ik wou zeggen, die X en I had ik ook een Shiny in natuurlijk. Maar dat was niet op stream, denk ik. Ik weet het eigenlijk niet. Was dat niet offscreen? Volgens mij zitten hier trouwens maar twee mensjes. Ja, dat idee heb ik al. Pokémonings bedoel ik. Ik had nog een Shiny Oshawott in de vorige Avatar Lock in Sun and Moon. Ah, ja. Maar was dat niet eentje guaranteed? Nee. Of... Het was alleen de kans was heel groot. Oh, ja, oké. Ja. Nu moet ik wel oppassen trouwens met die Dialga, bedenk ik me net. Ja, want je... De lock is gebegind. Oeh, een shellbel, daar hou ik van. Fucking. Ja, ik mag nu dus ook... Nee! Wat gebeurde er? Nee! Heeft die area trap? Zie wat dit is. Oh, je hebt alleen maar watersport! Ja, dan... Ja, dat is lastig. Dan moet je nog een Pokémon vangen. Ja, waar? Maar dat is lastig, ja. Yeah. Oh, deze gaat dood. Mag ik switchen naar Geodude? Illegaal, en dan proberen te runnen? Ja, dat mag wel, want ik denk dat je gewoon even moet switch trainen totdat hij een aanval leert die iets kan, want anders is het ook niet eerlijk. Nee, dit is echt niet te doen. Met Geodude kan ik hem misschien haast wel verslaan. Ik probeer... Ja, ik probeer het wel gewoon. Heb ik anders niet de... Je kan maar één move, dus het maakt niet uit, klas? Nee, je kan maar één move, dus... Ja, ik vind wel dat je in ieder geval een aanval move moet kunnen. Ja, nee, oké.
Kijk, en als je die Dialga slaat, krijg je heel veel XP en dan krijg je misschien wel een aanval move. Ja, ik weet, Poli swags en zijn moveset niet. Maar dat kunnen we wel opzoeken. Poli swagging. Oh nee, Poli wag is het. Gen. Move. Kijk, en dan krijgen we Bulbapedia. Want die is het best. Oké, ik heb gewoon de Avatarlock. Hey, dankjewel. Bubble op level 5. Dat zou wel ziek zijn. Nou, Bubble is nog steeds niet zo goed, maar het is iets. Yo, heel ziek, King. Nee, dat is een Dialga, King. 3? 4? 4? Nee! No! Misschien dat ik nog een Poliswag tegenkom. Die durf ik wel te verslaan. Want ik ben eerder out of moves. Fuck. Oeh, nu is hij poison type. Dat is interessant. Maar nu kan hij ook niet gepoisoned raken natuurlijk. Maar stel mijn Poliswag zou nu doodgaan. Dan zeggen we dus van, yo. Toch? Ja, ik vind wel dat je een aanval moet hebben die iets kan. Ja, nee, oké. Als je straks bubbel hebt en dan gaat dood, dan is het je eigen probleem. Nee, ja, maar dat vind ik ook... Dan vind ik het ook nog steeds bullshit, want het is een Dialga, maar dan vind ik het semi-bullshit. En nu vind ik het helemaal bullshit, want wat had ik er tegen moeten doen dan, gozer? Helemaal niks, in. Trouwens, wat vond je van mijn file names van de vorige... Eerlijk gezegd, ik kan me niet meer herinneren. Ah, zet. Volgens mij had ik toen dat ik één Pokémon de laatste letter ervan afsnoepte. Oh, ja. Yeah. En ik had dus ook de file name van... Oh, nee, hij miste de laatste letter. Alleen dan met al die dingen de laatste letter. Gut backspace. Ik kan hem niet meer herinneren. Baling. Hoi, baling. Hij heeft bubbel, zag ik. Nu moet je Jew doen. Nee, ik heb nog geen bubbel. Nee, waar heb je het over? Release die Geodude. De Geodude gaat gereleasing worden als ik überhaupt ooit nog bij de Pokécenter kom. Waarom praat ik zo? Geen idee. Dat weet nobody. Oh, wie is dat? Moet je even, daar moet ik even mee in contact komen. Jij bent zo nobody. Oh, dat wist ik niet. Ik ga even healing. Want dat moet ook gebeuren. En voor de zekerheid maar even een potion kopen. Bye. Ja, ga je potion in? Ja, want ik wil niet meteen doden in. Oh, is dat het artikel? Ja, ik weet dat het voor jou moeilijk is te begrijpen. Om niet meteen weer zo doen. Nee, ik accepteer het als een man. Dat is niet meer. Ik heb in ieder geval genoeg pokeballs voor als ik een Shiny Paris tegenkom. Yo, bedankt voor het kijken van deze serie. Het was weer gezellig. Ja. Tenminste, met de kijkers, niet met Milan, maar... Met de kijkers wel, ja. Dus, doei! Ik heb de opname gestopt, dus we kunnen door met ons leven, zeg maar. Nou, oké, doei. Oké, hier hebben we Les. Isabel met een Tranquil. Een wat? Oeh, die. Die is super effective op mij. Die middle stage evolution. Ik poison stinging jou. Over flying Pokémon gesproken. Oef. Wat is je favoriete flying Pokémon, heen? Ja, er zijn weinig vette flying Pokémon. Maar als ik er toch één moet kiezen, Swallow, denk ik. Oh, ik heb er nog steeds niet bij. Oké. Ja, nee, dat kan. Staraptor vind je niet lekker cool. Nu je is Edgy okay. Emo. Zit niet in jouw... Die is ook wel oké. Tranquil is gone. Ik had moeten trainen. Dit was dom. Ik heb geluk dat hij ook rock is. Maar... Ja, inderdaad. Oh, easy win wordt dat, Sander, voor jou. Ik dacht dat Bubble ook altijd defense of speed dropte. Dropped speed, zoals ze dat zeggen in het Engels.
Dat is niet waar. Dan zeggen ze dropping, de speeding. Precies. Maar dit was wel een easy killetje. Je bent geen Engels meestering meer. Jawelling. Hij was making a joking. Over de Engelsing. Kijk of jij het doorheading. Oké. Poly swag is level 6. Nee, ik zag mezelf. Kibum. Oh nee, ik zag mezelf niet. Oké, ik ga even safe staten. Want... Safe staten? Ja. Want mijn tweede beeldscherm viel uit. En dan loopt mijn ding altijd vast. Behalve de muziek. Slimpying. Oeh, een glali. Dus, ik ga eventjes zo. Niemand weet wat er gebeurt bij Sandring, maar dat maakt niet uit. Nee, ik moet eventjes de game herstarten. Wat? Sorry. Sorry, Ying. Waarom alleen maar Pokémon die ik niet mag vangen? Weet ik niet. Ik wil niet alles met een area dosing doen. Okay. Die Glalie is eng. Wie is eng? Glalie. Oh, als die een ijsaanval doet, dan ben ik toch dood. Die is heel boos. Boos in. Woest, zou ik haast durven zeggen. Inderdaad. Intens. Oeh, die mag ik. Oh, hij krijgt weer alle coole Pokémon. Wat krijg ik? Oh, starten die. Maar één move kan die niet eens damage doen. Oh, hij heeft snow warning. Wat kut. Haha, gotcha, bitch. Nee, grapje. Ik hou wat een haat. Nee, ik hou wel van je verder. Op zijn Sanderings, hè. Altijd maar haten. Als je je game hebt opnieuw opgestart, wil je hem dan weer delen? Oh, ja. Sharing your screening. Days remaining. Go living. Go ditting. Go datting. En Pokeballing. Ik zie nog steeds niks. Maar... Huh? Oh, nu wel. Nee, alleen, nee. Ik zie nog steeds niks. Echt niet? En nu dan? Nee. Oh. Nou, dan krijg ik het niet gefixt. Door tussen de afleveringen door. Ga jij maar verder spelen. Ja, nou, ik weet het ook niet. Ah. Ik heb een fracturing. Dit was niet swimming. Opnieuw. Ik hoop dat zij maar een level 2'tje heeft of zo. Mianfu. Ook echt zo'n forgettable Pokémon. Niemand mag hem. Nou, hij is best een vette Pokémon. Nee, want hij heeft mijn Squirtle streak verbroken. Ja, maar jij bent ook niet zo goed erin. Ik had 148 dagen achter elkaar of zo. Nee, zo lang gaat is die daily nog niet eens. Nee, volgens mij zat ik wel echt ergens in de 100. Streak. Het is gewoon, dat is gewoon de hoeveelste daily het is. Ja, weet ik. Maar je kunt ook altijd zien als je hem goed hebt, dan staat er zoveel streak en dan staat er je rank. Oh, wat fijn. Heb je dat nooit gezien? Nope. Volgens mij zat ik daar ook echt rond de 100 in ieder geval. Maar ja, dat is echt... Ja, ik was ooit Pokémon champion volgens mij. Nee, professor denk ik. Hij wordt de Pokémon professor hoor, Sandring. Maar nu niet meer, want die Mianfu, die fucking Mianfu. Heb je hem vandaag al gedaan? Ja, volgens mij wel. Goed zo. Was het flying type? Secondary? Ja, tuurlijk secondary. Ja, nee, oké, dan wel. Het was namelijk Swoobet, toch? Mm-hmm. Ja. Deze mag ik niet vangen, want deze is alleen Psychic, denk ik. Ik weet niet wie het is, dus... Oh, de Mime Junior. Ja, in deze game is hij alleen Psychic. Gliscor, wel vet. Die Pokémon mag ik ook, wat kut. Ik zou hem niet vangen, als ik jou was. Waarom zou je dat ding willen? Nou Sander, omdat als ik jouw adviezen opvolg, dat het straks waarschijnlijk bij jou ook gaat gebeuren dat je geen Pokémon meer hebt.
ik wil heel graag deze Kleinscore vangen, maar ik denk niet dat dat mag van jou. En van de lok ook. Dat klopt. Oké, ik ga even healen. Ik wil vooral niet restarten, dus ik ga even zo'n potion gebruiken. Poison jab, ja tuurlijk. Oh, en een crit en poisoned. Oh, wat kut dit. Ken je dat kut? Nou, dit ja, is dit. Dat is zo'n YouTube kanaal. Ja, klopt. No! The bane of my existence. Sand attacking. Ja, dat is echt kut, hè? Ja. Ah, het helpt nog niet. Ik ben nu eindelijk met een Generations begonnen op de Subpar Guys. En dan doen we Monotype Generations. Dus elke gen heb je een andere type die je moet monoën. Ah. En ik heb in Gen 1 Psychic, wat op zich goed is. Dat alleen, is echt OP. Ja, alleen mijn probleem is, mijn eerste Psychic type die ik kan vangen, dat is Abra. Alleen Abra teleport meteen, dus die moet in de eerste Pokeball zitten. Maar aangezien de catch rates in Gen 1 super kut zijn, kan ik gewoon geen Abra vangen. Shit. Dus ik zit daar vast. Wauw. Wauw. Maar je hebt toch wel een kans, zeg maar, om hem te vangen? Of heb je ook echt geen kans, zeg maar? Ja, voor mijn gevoel niet, maar Jordi zegt van wel, dus het zal wel. Ik kan me haast niet voorstellen dat ze het zo maken dat je helemaal geen kans hebt, zeg maar, om hem te vangen. Ik denk gewoon dat het heel lastig is. Ik vond een Diamond and Pearl altijd al lastig, maar dan ging ik altijd met Monferno trainen totdat hij downed kreeg en dan... die guy lokken. Want dan moet je volgens mij attacking moves doen. Yo, volgens mij mag ik deze. Grass. Ja, en Bug natuurlijk. Cherim is het namelijk. Wie? Cherim. Cherim is geen Bug. Maar wel Grass. Ja. Ja, nee, oké. Oké. Ik heb inmiddels ook hypnosis, dus dat is heel chill. Dat is zeker met vangen, chill. Zeg maar. Ken je dat? Vangen? Nee, dat ken ik niet. Oh. Dat is wel leuk hoor. Als je een keer Pokémon speelt, dan leer je het vanzelf wel, want dan leggen ze elke game uit. Dat is waar, ja. Ken je ook Hallo toevallig? Ja. Want dan moet je wel een specifieke game spelen, namelijk Sun and Moon. Nou, bij Gen 2 kan je kiezen om de tutorial over te slaan. Ja, waarom hebben ze dat er niet in gehad? Dat is de enige goede feature van, van Gen 2. Nou, het is Gen 2 is beter dan Gen... dan... Dat zei ik niet hardop. Dan Gen 1. Gen 1 heeft zoveel fucking bullshit. Ja, als in echt Red and Blue, zeg maar. Nee, ja, niet ja. Fire Red en Leaf Green. Nee, dat zijn top. Maar ik bedoel gewoon de hele Gen 2 set. Gewoon zowel Hard Gold en Soul Silver als gewone Gold en Silver. Dit is zo'n onzin. Ik het niet mee eens. Ik vind Hard Gold en Soul Silver heel leuk. Het is alleen jammer dat de level een beetje... Ja... Een beetje kut. Dat is gewoon zo slecht gemaakt dat je dat gewoon niet eens kan verkopen. Nou, wat een hater, hè? Dat ja, zegt iets nou, over je mij. Moet die games een keer spelen. Dat is gewoon niet leuk. Ik heb de game... Ik heb... Nee, ik heb Diamond denk, of Platinum denk ik meestal gespeeld. Maar ik heb daarna denk ik Hard Gold het vaakst gespeeld. Ik moet tegen een Legendary, dat is best wel kut. Alleen hij is nu gepoisoned. Meloetta-ing. Meloetta-ing, ja. Waarom is er nog geen Southern type? Oeh, ik werd gecrit. Nou, er gaan geruchten. Nee. Nee. Er zijn wel mensen die het denken, maar dat denken ze al sinds Sun and Moon. Dus... Yep. Ik hoop dat er nog ooit een type bij komt. Maar... Ik hoop dan dat Fairy genervd wordt. Ik niet, Fairy is mijn lievelingstype. Fairy is beter dan Dragon was voordat Dragon genervd werd. Ja, als je gewoon een Steel of Poison Pokémon hebt, is er niks aan de hand.
Ja, maar steel en poison zijn best wel obscure. Zijn best wel obscure typings. Dan is ice minder obscuur dan. Elke Gen 1 gras type is ook poison. Nou, oké, poison misschien niet. Maar steel wel. Ja, maar ook die meer in de late generaties. Die zijn. Elke steel Pokémon is eigenlijk wel moeilijk te vangen. Rookie die gewoon vangen. Evolven naar Corviknight heb je een steel Pokémon. Ja, oké, maar die games zijn zo nieuw, dat snapt mijn brein nog niet. Dus dat telt niet. Zo heel veel nieuwer is Farin ook, of zo heel veel ouder is Farin ook, want niet Gen 6. Maar... Ja, Gen 6 en 7 zitten er nog tussen. Ja, maar ik kan geen Pokémon van Gen 8 opnoemen. Behalve die T-kop. En ik weet niet eens hoe die heet. Sinistie. Die. Ja. Yo! Deze mag ik... Nee, dit is een battle. Nevermind. Ik kwam een man... Wat gebeurt, want ik kan het niet zien. Trouwens, ik moet deze aflevering gaan maken. Een Mantyke tegen. Ken je die? Ja, dan moet je evolven met zo'n Barboach. Toch? Ja. Nee? Een Remoraid. Remoraid. Maar die Mantyke is een baby Pokémon. Die is fucking slecht. Ja. Zullen we de aflevering beëindigen? Mag ik mijn battle afmaken? Als je opschiet wel. Ja, maar dat duurt wel even, want ik kan Cherry hem nog niet inzetten, want die is en level 2 en deze guy is flying. En Bubble is not very effective. Snap je waarom ik graag een versus wil doen? Nou, ik bood het aan toen ik voor stond, maar ja, toen wou je het niet. Toen zei ik, ja is goed, dat zei ik, letterlijk. Ja, ik play it back. Hey editor, kun je dat even terugspelen, want ik geloof hier niks van. Nee. Ik ben de editor. Oh ja, dat klopt ook. Ja, maar dan ga je gewoon... Nee, dan ga je te... Ga ik het gewoon recorden. Ja. En hem ertussen plakken. Ja, precies. Nee, dat zo ben ik. Ja, echt? Oh, dat had ik niet van jou verwacht eigenlijk. Nee. Ik was maar aan het joking. Is Joker dood? Waarom is Joker dood? Nee, dat was een grapje. Sandring. Ja, deze bubble battle duurt echt fucking lang, he. Tegen welke Pokémon in speel je? Mentai. Nog steeds? En dan ga je bubble doen. Wat moet ik dan doen? Hypnosis? Watersport? Je had nog een Pokémon gevangen. Cherrim, maar die is level 2. Ja, en Mentai is flying. Mentai is geen flying. Maar kan hij ook geen flying move misschien? Ik ga kijken tussendoor. Ga jij maar spelen? Kijk, ik heb Morning Sun, Tackle en Grove. Oh, hij is wel flying, never mind. Ik zei het. Ik ga wel gewoon bubbel doen. Je hoort maar geduld te hebben. Gen 5. Nee, hij kan nog geen flying aanval. Hij kan nee, maar mijn Tulip kan ook nog geen een grass aanval. Dus... Oh, dat was top. Yo. Nee, dat deed ik mogelijk expres. Ja. Why the fuck you lying? Tulip is een level omhoog doordat ik hem eventjes ingezet heb. Dat was Tulping. Slim. Ik zei dat het dom was, maar ik neem het terug. Dat was best slim. Behalve dat hij nog geen grass type move kan. Maar we kunnen wel saving. Of de aflevering afsluiting. Bedankt voor het kijken van deze aflevering. Vond je het nou leuk? Eerste aflevering. Doe een duimpje omhoog. En dan zie je heel graag bij de volgende aflevering. Waar ik aan het eind waarschijnlijk op Sander moet wachten. Adios, amigos.